nu veel geregend. Als het dat in april ook heeft, dan ligt het er zo bij. En dan gaat deze alternatieve route afgezet worden met een lintje. Want die gaan we niet doen. Die gaat er dwars doorheen. Die gaat er dwars doorheen. Die gaat er dwars doorheen. Hey, wat leuk dat je kijkt naar vlog 13 alweer, waarin ik alles met je ga delen wat ik heb geleerd over duathlon. En meer specifiek cross-duathlon, want eerder deze week ging ik op pad met Jan Steehouwer, de organisator van de Pyramide Cross-duathlon. Maar cross- en wegtriathlon is wel echt een groot verschil. Je kunt het heel kort samenvatten. Cross-atleten zijn over het algemeen relaxter, er hangt een veel relaxter sfeer en onderling is de sfeer gewoon vriendschappelijker. En dat komt omdat het parcours is zo selectief. De beste komt echt wel bovendrijven en dat geldt zeker hier. En daarnaast zijn het mensen die genieten van de omgeving in de natuur en met elkaar het besef hebben om dat zo te houden. Dus geen rotzooi van je afgooien. Oké, lekker relaxed. Aan de andere kant komt dat omdat het parcours selectiever is. Nou, ik kwam er snel genoeg achter wat dat betekende. Als je mij nu voor het eerst ziet, mijn naam is Gerrit Heikoop en in deze serie vlogs deel ik met jou mijn reis in de wereld van triathlon in Nederland. Ik ben nog een newbie en ondertussen in de winter ook mijn reis naar de Rotterdam Marathon. Die is op 8 april en mijn eerstvolgende multisport evenement op de kalender is deze Pyramide Duathlon in Austerlitz. Ik vond het superleuk om met Jan op pad te gaan en ik vroeg hem, wat is er bijzonder aan deze 2018 editie? Speciaal is om te beginnen natuurlijk dat we NK zijn. Na 7 edities de triathlonbond ons die eer gunt. Dat is heel mooi en dat maakt hem in die zin bijzonder dat we het parcours daar een beetje op hebben aan moeten passen om aan de juiste afstanden te voldoen. Dat betekent dat de fietsrond nog weer een keer extra de klim, de heuvel op kent en dus zwaarder is. Maar wat vooral kenmerkend is hier, zal deze keer zijn, is dat die tweede run een stuk korter is. Dus je moet echt trainen op na het fietsen hard weg kunnen. Dus wie nog even gaat sparen is al aan de finish. Als je hier straks terugkijkt dan zie je een heel vals stukje vals plat. Waarvan het allemaal wel erg mee lijkt te vallen, maar als je loopt is het toch echt gemeen. Oké, een gemeen en vals plat parcours. Klinkt pittig, maar ja, ik ben daar natuurlijk niet om mee te doen aan het Nederlands kampioenschap. Ik ben daar gewoon om een keer die Pyramide Duathlon mee te maken. Dus ik vroeg aan Jan, joh, als recreant, wat zijn nou eigenlijk de hoogtepunten van dit parcours wat we dadelijk gaan verkennen? Hoogtepunten zijn uiteraard natuurlijk de Kuil, bij vele voormalige deelnemers al wel bekend. Er waren toch wel even de billen bij elkaar dus als je er overheen gaat. En verder ja, staan mensen vaak versteld dat er toch geklommen moet worden in dit parcours. En natuurlijk de piramide. De Kuil, klimmen en de piramide. Nou, ik verheug me er enorm op. Voordat Jan en ik een rondje over het parcours gingen maken, en daar ga ik jou ook in meenemen, vroeg ik hem nog even, joh, hoe zit het met de wissel van de duathlon? Heb je daar nog speciale tips voor? Zeker bij cross, en als het parcours slecht is, wat je nogal eens een keer ziet bij cross duathlon, hebben ze een paar schoenen voor de eerste run en een voor de tweede. En het voordeel daarvan is dat je na de eerste run zozeer je schoenen heel netjes hoeft weg te leggen. Je kunt dan de tweede paar schoenen alvast klaarzetten. En anders red je niet anders dan zorgvuldig de eerste wissel te doen en je schoentjes weer dus daar netjes neer te zetten dat je de tweede keer kunt gebruiken. Oké. Twee paar hardloopschoenen nodig dus. Kaching, daar gaan we weer shoppen. Over shoppen gesproken, dit lijkt me het juiste moment om weer even de bekende disclaimer te maken dat niets uit deze vlogs tot stand komt door een betaalde samenwerking of gekregen producten. Betekent ook dat ik mijn inschrijving voor de Pyramide Duathlon netjes zelf heb betaald en dat ik dit met Jan doe omdat hij zo bij de hand was om mij via een leuke tweet uit te nodigen om dit met hem te komen doen. En mensen die leuke tweetjes sturen, daar kom ik natuurlijk altijd graag naartoe. Genoeg gekletst. Laten we maar eens een ronde maken over het parcours. Jan, waar zijn we en waar gaan we aan beginnen? Ze starten hier voor de eerste run. Dan beginnen ze met een aanloopstuk omhoog en daarna gaan ze eigenlijk pas de echte ronde in. De NK-deelnemers lopen 3 rondes met een totaal van goede 8 kilometer. Daarna gaan ze wisselen op het binnenterrein van de piramide. Fietsen 3 rondes en komen daarmee aan 22 kilometer. Dan komen ze van de fiets af en dan lopen ze nog 1 keer deze ronde. Dan komen ze hier terug. Omhoog en finish je daar na nog een 2,5 kilometer lopen. Ja, en deze plek die je hier ziet is eigenlijk wel een hele bijzondere in het parcours. En terwijl we daar langs fietsten, ontglipte Jan eigenlijk een hele belangrijke tip voor alle deelnemers aan de Pyramide Duathlon. Of je nou meedoet recreatief voor het eerst zoals ik, of gaat om Nederlands kampioen cross duathlon te worden. Luister maar even mee. Parcourskennis is super belangrijk. Behalve de routes en de bochtjes is het gewoon belangrijk om in de week ervoor goed te weten hoe de boel erbij ligt.
dit stuk kan afhankelijk van meer of minder regen in de weken voor er totaal anders bij liggen. En dat geldt eigenlijk voor heel veel stukken op het parcours. Dit wordt mul, dit wordt zand. En er zijn zelfs al edities geweest waar mensen op strandbanden de slimmere keuze bleken te hebben. Maar er zijn ook edities geweest waar je echt gewoon een vette noppenband nodig had. Mulzand. Nou ja, daar weet ik verder helemaal niks van, behalve dat ik er een hekel aan heb. Dus het leek mij een uitgelezen kans om eens aan Jan te vragen. Joh Jan, hoe rijd je nou slim door van die mulle stukken zand heen hier op het parcours? Laten we dus gewicht achterover, stuur wat losjes ontspannen in de handen en laat het maar een beetje zoeken. En vooral de lijn goed kennen. Maar de lijn kennen, zeg maar, dat leek helemaal niks. Hoe zie ik hier de lijn? Nou, wat je hier moet doen is de buitenkant houden. Dus je komt van links het bos uit. En dan eigenlijk oversteken, buiten blijven en weer doorsteken. Dus je moet de bocht afvlakken. Goed, de bocht afvlakken. Onthoud die term. Nou, ik ga mijn best doen. Ik ga er maar eens op oefenen de komende weken hier in de bossen. Nou, wij weer verder op de fiets. En dat heb ik je misschien nog helemaal niet verteld. Maar Jan Steehouwer is zelfs niet een onverdienstelijk duatleet en ook triatleet. Dus ik had grote moeite om hem bij te houden op het parcours. Maar goed, na de beruchte klimmetjes. Het zijn inderdaad drie pittige lange klimmetjes. Kwamen wij dan eindelijk aan op de Kuil. Ja, en als je daar dan staat met de man die dit parcours zelf heeft ontworpen en dit evenement zelf organiseert, dan is er natuurlijk maar één vraag op zijn plaats. Jan, wat is nou jouw gouden tip om die kuil goed door te komen? De truc zit hem in het tweede hobbeltje, die je eigenlijk niet ziet. Mensen kijken heel erg naar die, maar daarachter zit een klein hupje. En dan zijn mensen blij dat ze beneden zijn en worden ze eigenlijk nog gecatapulteerd. Dus wees daarop voorbereid. Verder, zoals altijd met mountainbiken, controle. Twee vingers aan de rem, twee vingers aan de greep. Pedalen in standje 2:15, gewicht naar achteren en bij voorkeur niet remmen, maar gewoon laten rollen. Zorgen dat je voor de kuil je juiste aanvangsnelheid hebt en je lijn blijven rijden. Dat is de truc. Tja, als je het zo zegt, dan klinkt het allemaal heel simpel natuurlijk. Nou ja, ik hoop maar dat ik op 21 april, als ik tot zover in het rood zit, nog steeds zo makkelijk mezelf die kuil instort. Nou, toen we onze ronde af hadden gemaakt, stonden we nog even na te kletsen. En toen vroeg ik Jan, oké, dank voor deze verkenning. Het is me duidelijk, klimmen, de kuil. Wat zijn nou jouw belangrijkste tips om mij te gaan voorbereiden om lekker mee te kunnen doen in de piramide van Austerlitz? Mountainbike techniek, stap op die mountainbike. Fantastisch om te doen en voor een triatleet uitstekende intensiteitstraining, denk ik. En die wissel. Ga oefenen op die wissel. Om dan daarna gewoon hard te kunnen lopen. Dus oefen met de laatste 2 minuten hard aanfietsen, wisselen en hard weglopen. Nou, dat is tenminste lekker concreet. Met dat MTB'en zit het wel goed. Dat doe ik iedere zondag. En dat wisselen en dat in het rood gaan rennen, dat moeten we dan ook maar eens gaan proberen. Als jij nou benieuwd bent om mijn verrichtingen te volgen, volg mij dan even op Strava. Zoek naar Gerrit Heikoop in Leersum. Daar log ik al mijn trainingen. En als jij mij volgt, volg ik jou terug. En ik vind het altijd hartstikke leuk en heel motiverend om te zien wat allerlei andere mensen aan het trainen zijn. Leuk dat je deze video helemaal tot het einde hebt zitten kijken. Als je nou op de hoogte wil blijven van mijn reis in de wereld van triathlon en mijn route naar de Rotterdam Marathon, druk dan even op abonneren hieronder op YouTube. Dat is helemaal gratis en dan krijg je automatisch iedere donderdag een notificatie als ik weer een nieuwe episode van deze vlog upload. Tot zover. Ik hoop jou ook te zien bij een van mijn evenementen aankomend jaar en misschien wel bij de piramide van Austerlitz, want Jan voegde op het einde nog toe. Mensen kunnen zich nog steeds inschrijven. De series zijn nog geen van alle vol. Wat heb jij eigenlijk liever, een droge of een natte editie? Wat vind je zelf het mooist? Een beetje nat, is wel goed. Een beetje blubber? Een beetje blubber, ja. Is wel goed om te doen.